Welkom bij SWE-TV en dit is een nieuwe aflevering. Er zijn deze maand twee bekende personen. Nee, dat is niet waar, hè. Het zijn er wel drie, hè. Ja, maar ja, die twee die weten dat niet en ik alleen maar. Dus ik zit hier ook maar ook bij, hè. Het zijn er nu drie. Ja, spijtig, hè. Ja. Er zijn ook aapjes verkocht voor de vereniging Mico. Deze maand was er ook een wedstrijd tussen leerlingen en leerkrachten. Veel kijkplezier! Hallo, wij zitten hier bij Laurens en Oliver Naassen. Zij zijn oud-leerlingen van hier op school en zij zijn nu profielrenners. Dat zijn fietsers. Hoe voelt het om hier terug te zijn? Voor mij voelt dat niet echt super speciaal, want ik heb hier vorig jaar nog mijn stage gedaan als leerkracht. En ik heb er ook jarenlang gezeten, dus ik ken het hier wel door en door eigenlijk. En voor mij is het toch van 2008 geleden dat ik hier geweest ben. Dus met al die werken, die nieuwe gebouwen en die nieuwe gezichten ook. Want als ik leerkrachten kruis, ik herken bijna niemand. Is wel een keer, het is wel leuk om terug te komen, maar het is anders. Het is volledig veranderd. Het is dag en nacht verschil. Met wie trainen jullie gewoonlijk? Met elkaar, meestal. Ja, we hebben een groepje waarmee we altijd gaan trainen met de profs uit de streek. En dat is Greg van Avermaat, de meest bekende, wij twee. Gijs van Hoeken, Preben van Ekke, de Belgische kampioen van vorig jaar. Dat is zo. Schoon groepje. Gaan jullie nog aan grote wedstrijden meedoen dit seizoen? Ik doe aan alle Vlaamse voorjaarskoersen mee, van de Omloop het Nieuwsblad tot de Ronde van Vlaanderen. En dat zijn voor mij de grootste van het jaar. En ik doe die ook, maar ik doe er nog de Ronde van Frankrijk en al die dingen bij. Ik doe eigenlijk de meeste van de grote koersen doe ik sowieso. Dus, ja. Waarom zijn jullie begonnen met wielrennen? Wouden jullie dit altijd al doen? Ik wou dat niet altijd doen, denk ik, maar ik koerste voor mij, dus ik ging altijd mee kijken. En zo ben ik er een beetje ingerold. En dan ben ik zelf ook beginnen koersen. En mijn droom was eigenlijk pro-skater worden, maar dat zat er niet in. Maar ik zat hier in derde middelbaar toen een maat van mij begon te koersen. En ik ben samen met hem eigenlijk begonnen. Dat was gewoon een ingeving op het moment. Dat was niet iets waarmee ik geboren ben, maar het leek leuk. Het was leuk en ik ben content dat ik begonnen ben. En hoe zouden jullie je schoolcarrière hier in SV Gijze gaan met een paar woorden omschrijven? Fantastisch. Zo leuk dat ik er van de 6 jaar, dat ik er 7 jaar over gedaan heb. Op het moment zelf besefte dat niet, maar je leert direct heel veel mensen kennen, wat dat heel belangrijk is voor de rest van je leven. Het is een strenge school, maar ja, op zich kweekt dat je ook wel een beetje voor later. Ik heb veel bijgeleerd, ik was goed voorbereid op alles wat volgt. Dus goede school, schone tijd beleefd. En mijn kinderen mogen komen. Oké, dankjewel. Ik ben Oliver Naassen en ik heb van 2002 tot 2008 op Gijzegem gezeten. Ik heb hier een hele leuke periode beleefd. Ik heb hier iedereen leren kennen die ik nu nog in het dagelijkse leven hoor. Al mijn beste vrienden zijn van hier. En dat is natuurlijk een heel mooie en belangrijke periode geweest in mijn leven. En ik zou zeker terugkomen naar hier. Ze waren streng, maar rechtvaardig in mijn tijd. Ik ben Laurens Naassen. Ik heb mijn tijd op Gijzegem doorgebracht in de LOSP. Dat waren ook wel de schoonste jaren uit mijn leven eigenlijk, samen met de hogeschool. Maar daarna heb ik mijn stage ook gedaan, dus ik heb er wel redelijk wat tijd doorgebracht in de school en op en rond school gewoon. En ik denk dat ik wel mijn kinderen naar hier terug ga sturen. Stage als wat? Als leerkracht, hè? Als leerkracht. De echte kenmerken van Nico? Spijsverteringsstoornissen, want Muco is niet enkel en alleen een longziekte. Dus we hebben nog allemaal slijmvliezen. Ja. Vooral al de organen die ook slijmvliezen aanmaken, gelijk de alvleesklier, de darmen, en de longen. En straks vertelde ze ook, iedere keer als ze iets eet, moet ze een pilletje nemen, een stuk. Het zijn grootjes, hè. Kun je toch niet eens, Doet.
Hoeveel takter is dat tegelijk? Ik heb al een weestak, een stuk of 8, 9 tegelijk aan binnen. Nee, ja. Maar dat is een gewoonte. Allee, ik neem dat al sinds mijn geboorte bijna. Dus ja, dat is gelijk met tandenpoetsen voor mij. Dus ja, ik kan dat niet anders uitleggen. Ik heb automatisch een beetje. Ja. Ja, dat is echt inderdaad een automatisch, hè. Bon, mocht u leggen? Ter plekke, hè? Dat is de rest van de telefoon. Ah ja. Ja, en zullen misschien, hè? Ja, ongeveer. Nu bij deze zijn het 25, omdat dat een grotere, dat zijn zwaardere pillen. Maar mijn oude pillen moest ik ongeveer 50, 60 pillen per dag nemen. Maar enkel gewoon voor mijn vertering, dat moest ik ook nog. Die moet ik nu nog nemen. Vitamine, omeprazole, motilium en antibiotica als ik ziek ben. Dat zijn allemaal ja, pillen voor mijn maag en als ik bacteriën of zo heb. Ja. En dan het ook af van hoeveel ze hoeveel pillen ze moet nemen? Of is het per keer dat ze eet dat ze zoveel pillen moet nemen? Dat hangt ook af van wat ik eet. Dus mijn krillen, dat is voor mijn spijsvertering. Dus als bijvoorbeeld bij een tas melk of zo ga ik 4 pillen moeten nemen. En bij een koek 2. Dus dat hangt af van hoeveel vet dat erin zit. Omdat dus de samenstelling van de voeding heeft ook een invloed op de slijmproductie. Dus dat hangt inderdaad daarmee samen. Ik ga ondertussen een beetje meeduwen, hè. Dat ze wat te lui wordt, dan kan ik er een beetje gaan helpen. Hè. En dat meeduwen, dat is gewoon ook om ja, passief dan, op een passieve manier, meer lucht uit de longen te duwen. De meeste hebben op hun rond hun 20ste al een longtransplantatie gehad. Dat toch wel, super. Omdat dat, ja, dat hangt ook af van de vorm en hoe zwaar dat je vorm is. Van Coco, hè. Gelijk de laatste keer in het ziekenhuis. De foto's waren niet vrij. Nee. Maar nu, dus dat longvolume is terug goed op peil. Hè. Nu uitslagen zijn goed. Ja, dus dat is nog geen paniek. Nog geen, maar ja, ergens moet je rekening houden. Ja. Dat de minste ommekeer. Ja. En Sarah voelt dan altijd vrij goed aan een trap opgaan. Hè? Als een trap opgaan niet lukt, dan is het al van oh-oh, oh-oh. Dus ja, bewegen is altijd zeer goed. Maar aan kleine details merk je wel van oei, ik zal lekker op controle moeten. En meestal doet ze dat dan wel niet graag, omdat ze weet dat dat dan... Hè? En hoe gaat de verkoop? Het gaat heel goed, vooral de passievruchten zijn blijkbaar echt een trek. Waarom dragen jullie deze roze truien? Wij zijn twee dames, vandaar de ladies en roos, omdat wij ook de variëteit van de appels Pink Lady verkopen. En zo willen wij een beetje aandacht voor de fruitkar. We vallen op en het is een link naar de fruitkar. Ik heb vernomen dat jullie een Facebookpagina hebben voor de fruitkar. Wat is het doel daarvan? Aan de leerlingen duidelijk maken welk fruit dat er verkocht wordt en het een beetje doen leven. En de foto's kunnen daarop verschijnen en er zijn ook wedstrijden. Bedankt voor het interview. Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just talk. Smiles politely back to you. You stare politely. Hallo, dit is SVTV en dat is Charlotte en ik ben Chloe en dit is Jonas van Studio Brussel. Wat is jouw taak bij Studio Brussel? Ik heb verschillende taken bij Studio Brussel. Mijn belangrijkste taak is radio maken natuurlijk. Maar radio maken is heel erg veel. Dus dat verschilt een beetje, ook van jaar tot jaar. Zoals dat jullie in een schooljaar ook andere taken hebben, krijg ik ook elk jaar andere taken. Maar dit jaar is dat bijvoorbeeld het ochtendprogramma van Studio Brussel maken. Dus dat is Linde staat op van 6 uur 's morgens tot 9 uur. Maken wij het programma. En vanaf 9 uur bereiden wij het programma van de volgende dagen voor. En mijn taak specifiek is mee bedenken wat gaan we in het radioprogramma doen. Ik vertel ook waar de files staan. Dus hoe minder je mij hoort, hoe beter eigenlijk. En verder
stel ik soms ook de playlist samen, dus de muziek bepalen van het programma. En ja, soms vervang ik ook hier en daar wat presentatoren. Dus het is heel gevarieerd, het is heel fake, maar in het algemeen is het radio maken natuurlijk. Hè. Ja. Heb je dit altijd al willen doen? Goh, ik denk het niet, want ik denk niet dat ik bijvoorbeeld wist dat radio maken een job was. Als kind wist ik dat niet. Ja, dan denk je, brandweerman is een job en politieagent en dierenarts en zo. Maar radio maken, ik wist niet dat dat een job was, dus dat is pas laat gekomen eigenlijk als ik hogere studies deed. Dus ik denk als ik zo 18, 19 was, dan ben ik aan de slag gegaan bij een studentenradio. Ja, wij kregen op school nog niet zo SVI-TV, dat bestond nog allemaal niet hoor. Dus het is pas op mijn 18 als ik bij de studentenradio gegaan ben, dat ik merkte van, goh, misschien wil ik dat wel in het echt gaan doen later. En vanaf dan dacht ik, oké, we gaan daarvoor, we gaan dat proberen, maar het was niet van kinds af aan een droom of zo. Weet je waar het meeste vullen is, in Antwerpen of Brussel? Waar de meeste ongevallen gebeuren. Maar meestal is het toch in Brussel, omdat de meeste mensen ofwel over Brussel moeten rijden, ofwel in Brussel moeten zijn. Maar het is ook een beetje afhankelijk van het weer, van het aantal ongevallen, of er vakantie is of niet. Heel veel verschillende factoren bepalen of er files staan. Maar er is wel altijd te veel file. Oké, dan laat ik het nu over aan mijn collega. Welke studies heb je gevolgd? Hier in Gijzeghem of later? Later. Later heb ik communicatiewetenschappen gestudeerd aan de Universiteit van Gent. En dan heb ik nog een extra jaar gedaan, culturele studies, en dat was in Leuven. Hoe komt het dat zoveel verschillende leerkrachten hier jou kennen? Omdat ik hier 6 jaar gezeten heb op SVI Gijzeghem. Oké, bedankt voor het interview. Graag gedaan. Deze aflevering hebben genoten. Volgende maand is er eentje weer, ladies and gentlemen. Hiha, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Peace out.